Oké, dus om mijn banden te configureren heb ik al zeker een computer nodig. Ondertussen heb ik die software daar ook op geïnstalleerd. We gaan zien, hè. Het moeilijkste om die banden, zeg ik, om die banden, de luchtdruksensors, dus die dingen die daarin zitten. Het moeilijkste daaraan is eigenlijk, je moet die activeren. Want als je ze, je moet eigenlijk de computer via het programma aanleren dat dat de sensors zijn, dus je moet die activeren. En standaard activeren die als je begint te rijden, als je een minuut aan het rijden bent ofzo, dan zijn ze geactiveerd en dan pas komt de waarde ook op display. Dus dat is de standaard manier. Het probleem is als je dat doet, dan zijn er twee actief, die van voor en die van achter. Dus het nadeel is dat dan je programma niet weet welke van de twee dat je moet aanleren. En je moet echt wel aangeven van dat is de voorste, dat is de achterste. Je moet ze afzonderlijk aanleren. Bij BMW zelf hebben ze een soort van machientjes die dat doen. En dat is, die houden ze daar gewoon naast en dat maakt dat alles wakker. Dat heb ik natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat ik een oplossing heb. Ik weet niet wat veilig is, mijn oplossing. Op internet staat er ook, als je de lucht heel snel laat ontsnappen, 10 seconden de ventiel ingedrukt houden, dat de lucht eruit loopt, dat ze dan ook wakker worden. Ik ga dat eerst proberen, maar ik heb, er staat letterlijk bij dat dat niet altijd werkt. Dus we gaan zien of we daar wel of niets mee kunnen doen. Maar goed, ja, worst case, heb ik nog wel iets anders in gedachten. Ik heb ook een oriëntatie op dat wasspaal. Er zit hier een rood iets en dat moet eigenlijk aan de achterkant van onder. En als je dan eruit komt, dat vast te zitten. Oké, ik heb er de computer bij gehaald, dus met Windows 7. Image opstarten. Alles is verbonden. Ah, ja. Mocht niet vergeten het contact op te zetten, dat hem ook voeding krijgt, dat ding. Hier van onder moet je USB-connectie delen. Een melding dat de app meer dan een jaar uit is. Dan moet ik alleen, hier voor de opties moet je model selecteren. R1200, GSS IRK5. Dan bandendruk, servicefuncties, learn tire sensor, voerfunctie uit. Ik ga mijn achterste learn sensor. Ik moet dan wel nog activeren. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, 8 Mississippi, 9 Mississippi, 10 Mississippi. En voor de zekerheid nog 12 Mississippi, 13 Mississippi, 14 Mississippi, 15 Mississippi. Nee, er gebeurt dus niets. Daar vrees ik al voor. Er stond ook letterlijk bij dat het niet altijd werkt. Ik heb één idee, maar ik weet niet wat zo veilig is. Maar ik ga het toch proberen. Dus we staan nu op de bok, dus dat wil zeggen, de middenblok, dat mijn achterwiel vrij is. Dus als ik hem nu gewoon in versnelling zet en de motor start, ik ga wel even alles afhalen. Als hem dan wegrijdt, is mijn computer niet kapot. Ja, niet thuis doen, dat is echt een slecht idee. Zeker als je een ketting hebt, is dat een slecht idee, want als er dan iets tussen geraakt. Dat probleem heb ik niet, ik heb geen ketting. Maar het blijft nog wel gevaarlijk als het hem uit balans geraakt. We gaan hier op proberen, zeker. En dat wiel raakt toch de grond, ja, dan is hem weg. We gaan zien. Ik weet ook niet welke snelheid dat ik moet gaan lossen.
Ja, natuurlijk valt mijn computer net uit, die batterij is kapot van die computer. Nu de slimmerikken gaan al denken van oké, dat kunnen we doen met de achterwiel. Maar hoe ga je dan je voorwiel aanleren? Ik heb wielen daar zonder sensor. Dus dan steek ik hier van achter een wiel zonder sensor. En van voor laat ik het wiel met sensor zetten. En dan kan ik zo gaan rijden om alleen de sensor van het voorwiel te activeren. Echt, Windows. Ik moest wel vragen waarom ik geen Windows gebruiker ben, dat is een van de redenen. Hè. Ik ben hier met belangrijkere zaken bezig, dat ding begint hier nu. Ik heb ook nergens gevraagd van wil je een update doen, dat begint gewoon aan een update. Dus ja, ik weet niet hoe lang dan die sensors actief blijven, maar ik ga het opnieuw moeten doen. Ik denk niet dat ze zo lang actief zijn. Ik heb maar al mijn banden erop gepompt. Ook gewoon hoe lang dat het al op 100% complete staat. Hè. Dus ik denk dat het bij 100% stopt. Ik heb ook nog snel even mijn bandendruksensortje ging niet meer. Het waren gelukkig maar de batterijtjes. Maar echt, je moet er die metalen ring afhalen, je moet er de schroefje uitdraaien en die rubber en dan pas gaat dat open. Oh oh oh. We zijn er doorgekomen. Het heeft toch zeker 5 minuten op, denk ik, de 10 minuten op 5% gestaan. Op 100% gestaan. We kunnen verder. Oké, nu is de computer klaar. Ik weet niet in hoeverre dat ik dat ding mag verbinden terwijl dat de motor ook echt draait. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel nog even een poging doen. Nee, niks nieuws. Geef het aan jou. Wat ik nog wel kan doen is dus met die andere wielen rondrijden. Dat ik één wiel vervang door een wiel zonder sensor en daar rondrijden. Om hopelijk zo de aan te leren sensor te activeren één per één.